Mijn naam is Esther Nocent en ik ben longarts in het VU Medisch Centrum te Amsterdam. Onze afdeling longziekte is een verwijscentrum voor de interstitiële longziekte. De interstitiële longziekte beslaan een diversiteit aan ziektebeelden. De diagnosestelling is vaak complex en uitdagend en de begeleiding van deze ILD-patiënten intensief. Daarom bieden wij een verdiepingsstage aan voor longartsen in opleiding. Naast de klinische zorg voor de ILD-patiënten ben je verantwoordelijk voor meerdere ILD-polies per week en wordt er actieve participatie verwacht in de MDO's. Je verkrijgt inzicht in de klassificatie van de interstitiële longziekte, het diagnostisch proces en de rol van het MDO hierin. Het goed leren beoordelen van de radiologie en het kunnen beargumenteren wanneer en waarom er aanvullende histopathologie nodig is, staan centraal. De onderliggende pathofysiologie komt ook aan bod. Daarnaast leer je ten aanzien van de behandeling, onder andere wat de indicaties zijn voor de fibroseremmers en de verschillende immuunsuppressiva. Ook doe je ervaring op met het voorschrijven van deze middelen. De belangrijkste leerdoelen van deze stage zijn het accuraat kunnen beoordelen van de verschillende ILD-patronen op HRCT, inzicht verkrijgen in het diagnostisch proces van de interstitiële longziekte en de beschikbare diagnostische modaliteiten, het op longartsniveau kunnen participeren binnen het ILD-MDO, het kennen van de indicatiegebieden van de fibroseremmers en de verschillende immuunsuppressiva en het kunnen begeleiden van de ILD-patiënten tijdens de diagnostische fase en tijdens het behandeltraject. Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons op.